Mathieu van der Poel heeft zich zondag in het Friese huis te Veen voor het vierde jaar op rij verzekerd van de nationale titel in het veld te rijden. De 22-jarige Brabander van Benjobank Corredon was zoals verwacht met overmacht de beste. Hij ging al vroeg in de wedstrijd solo aan de leiding, waarna zijn overwinning geen moment in gevaar kwam. Op iets meer dan een minuut achterstand eindigde tweevoudig Nederlands kampioen Laars van der Haros Tweede, David van der Poel, de broer van de kampioen. Ik kwam als nummer 3 over de streep. Het podium was daardoor hetzelfde als twee jaar geleden. Toen ik het gaatje eenmaal geslagen had, ging het vrij makkelijk. Op dit lastige parcours was het niet heel lastig om het verschil te maken en was een bepaalde tactiek niet echt nodig. Het zit goed met de benen dus Mathieu van der Poel. De komende twee wereldbekerwedstrijden zijn voor mij belangrijk met het oog op het WK. Dan kan ik me nog een keer meten met de concurrentie. Daar heb ik denk ik wat meer aan dan het NK. Het WK moet de kers op de taart worden dit seizoen. Van der Poel reigt dit seizoen de overwinningen aan 1. Hij boekt in 29 wedstrijden al 23 zegers en eindigt 28 keer op het podium bij het WK. Dat begin volgende maand in Valkenburg wordt gehouden. Aast hij op zijn tweede wereldtitel? In 2015 was Van der Poel in het Tsjechisch tabor al eens de beste. Vorig jaar moest hij op Luxemburgse bodem genoegen nemen met zilver achter zijn Belgische rivaal Wout van Aert. Van Aert, 23, eiste zondag in Kokzijde eveneens de nationale titel voor zich op. In de strijd om de Belgische kampioenstrouw rekende hij in een spannende koers af met Laurens Wink, die zilver pakte. Daan Soeten werd derde. Zaterdag ging de Nederlandse titel bij de vrouwen naar Lucinda Brandt. Ze bleef Mout kapteins. Tweede. En Anne-Marie Worst, derde, voor en volgde met haar titel de in Suhuis te Veen afwezige Marianne Vos op.